Goeiedag. De ochtend begon vrij bewolkt met in het noordoosten zelfs nog een spatje regen. Maar in de loop van de ochtend en vanmiddag zagen we de bewolking op steeds meer plaatsen breken, kwam de zon tevoorschijn en werd het uiteindelijk een graad of 15. En dat is vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Nou, de komende dagen gaan we hele grote verschillen zien in temperatuur van dag tot dag. En dat heeft alles te maken met een vrij omvangrijk hoge drukgebied. Dat ligt boven onze omgeving, maar vooral ook ten noorden van ons. En onder dat hoge drukgebied waait een krachtige oostelijke wind. Aanvankelijk is die lucht uit het oosten vrij droog, met dus geregeld ruimte voor de zon. Maar we zien hier een grote krul met bewolking en ook regen passeren. Dat zal vooral donderdag overdag en ook vrijdagochtend gebeuren. Dat is een zogenaamde koude put. Dat lage drukgebiedje zit dus, is gevuld met koude lucht. En dat heeft echt wel effect op het weer bij ons. Daarna krijgen we vanuit hetzelfde oosten te maken met juist veel warmere lucht. En dat gaan we zaterdag vooral merken. Nou, vanavond is het overwegend droog. Er zijn zonnige perioden. Landinwaarts komen nog wel wat stapelwolken voor. En de temperatuur daalt langzaam naar een graad of 11 rond zonsondergang. De nacht verloopt dan wel vrij koud. Met helder weer. Temperaturen in het noordoosten en oosten. Temperaturen zo'n beetje rond een graad of 3. En vlak aan de grond zou het misschien zelfs een graadje kunnen gaan vriezen. Doordat de wind afneemt, wordt het op beschutte plaatsen misschien een klein beetje mistig. Maar dat zal niet echt veel voorstellen. Morgenochtend zijn die mistbanken zo weer verdwenen. Dan volgt vrij veel zon. In de middag ontstaan er met name in het binnenland weer wat stapelwolken. En de temperatuur loopt daarbij op naar een graad of 15 als maximum. Wel waait het stevig uit het oosten tot noordoosten, windkracht 4 tot 5. En in de kustgebieden wellicht af en toe een windkracht 6. En die wind maakt het voor het gevoel echt wel een stuk kouder. Het zal soms best een beetje schaal aanvoelen. De dagen daarna raken we het droge weer in ieder geval kwijt. Dagelijks gaan er buien vallen, soms ook met een klap onweer. En vooral donderdag valt de temperatuur op. Dat wordt echt een kille dag met ook nog eens een stevige wind. Daarna komen we tijdelijk in de warme lucht terecht. Met op zaterdag in het zuiden en zuidoosten misschien zelfs wel de eerste 20 graden van dit jaar. Daarna zien we de wind toch weer naar het noordwesten tot noorden draaien. Gaan de temperatuur geleidelijk weer omlaag naar een graad of 12. En dat zien we ook mooi terug op de temperatuurpluim. Hier de piek op zaterdag, lokaal 20 graden, maar daarna een flinke dip. Vooral begin volgende week wordt echt een vrij koude periode met overdag nauwelijks 10 graden. En in de nachten misschien zelfs alweer een graadje echte vorst. Ik wens u een mooie avond.